Het geduld begint behoorlijk op te raken bij Patty Harpenau, 64. Ze begrijpt er niets van dat haar zoon Dotan, 37, maar geen contact meer met haar wil. Het conflict ontstond ooit tijdens kerst toen hij boos was op Pattys toenmalige vriend Kees Banning, die een buitenechtelijk kind bleek te hebben. Zij maakte het uit en hij is nu dood, maar Dotan blijft boos. Patty doet al jaren verwoede pogingen om in de media de aandacht van Dotan te trekken, maar het is te vergeefs. Het is nog stil. Het is jammer. Hij doet het waanzinnig, heeft nieuwe nummers, carré uitverkocht, maar geen telefoontje. Misschien heeft het nog wat tijd nodig. Ik weet het niet, zegt ze in de weekend. Dotan reageert niet op haar contactpogingen, zegt ze. Is het tekenend dat hij alleen aan zichzelf denkt en zich niet in jou verplaatst? Hoe dit voor jou is, vraagt een verslaggever van het tijdschrift. Patty reageert terughoudend. Ik ga mijn zoon, op wie ik enorm trots ben, niet vertellen waar hij wel of niet zijn verantwoording moet nemen. Dat vind ik aanmatigend. Elkaar vindt het alleen heel jammer. En als je dan ziet waardoor het ontstaan is. Bij het familiediner hebben mensen al jarenlang ruzie om niks. Dat is bij ons ook zo. Ze vindt het echt doodzonde. Het gaat helemaal nergens over. Laatst zei een vriend van mij, zou het niet zo zijn dat sommige artiesten pijn nodig hebben om te schrijven? Snap je wat ik bedoel? Als dat het dan is. Maar ik word er niet jonger op, ik word 65. Dan denk ik: kom op nou. Denkt Patty dat het nog goed komt met haar boze zoon? Ik zou het niet weten. Ik hoop niet dat hij wacht tot ik dood ben. Maar wat kan ik doen? Ik heb hem gebeld, gemaild en gesmeekt. Ze verzucht in mijn beleving: als je mij dit had voorspeld, had ik je nooit geloofd. Nooit. Wij waren heel close.